Kom je vanaf het Weesperplein en loop je dan voorbij het Benno Premselenhuis, dan kom je uit bij het Wibouthuis. En daar heb je de University Store. En wat daar binnen precies gebeurt en wat er allemaal te koop is, dat vertelt Jessica. Ja, Jessica. Hey. Dit is hem dus, de University Store. Ja, de University Store. Ja, in het Wibouthuis. Wat maakt het zo bijzonder? Nou, alle producten die je hier ziet staan, die je kunt kopen, die zijn van studenten die studeren aan de HvA of hebben gestuurd aan de HvA. Dus eigenlijk is het gewoon één groot podium voor de studenten van de HvA. Top. Kan je me even een rondleiding geven? Wat ligt er zoal? Nou, we hebben superveel producten liggen. Deze vind ik zelf heel erg leuk. Dat is de Saturday Candles. Dat is een kaars die helemaal duurzaam gemaakt van koolzaad was. In de vorm van een Nike Dunk. Ik heb hem thuis staan al. We hebben hier bijvoorbeeld hele leuke rietjes van metaal om plastic tegen te gaan. Duurzame rietjes dus? Duurzaam ook. Ja, heel goed. Dit hebben we net nieuw. Dat is maandverband en dit is gemaakt van maïs en met bamboe. We hebben de Onami kimchi saus, super lekker. Het is een hele natuurlijke saus, best wel pittig gemaakt van kimchi. Waar is het lekker bij? Heb je daar een specifiek gerecht voor? Nou, je kunt hem lekker op tosti doen, met een eitje of door je pasta. Je kan eigenlijk alles mee doen wat je wilt. Nou, super lekker. Overal lekker bij. Goeie tip. We hebben nu ook super lekker nieuw, de vegan ijs. Oké. Okay. Helemaal zonder dierlijke producten, zonder melk, zonder ei en nog steeds super lekker. Goed. Wil je er eentje proeven? Nou, als je het aanbiedt. Ja? Maar natuurlijk. Ik heb de What's Popping Pistachio, de Chocoholic, de chocolade, hazelnoot, de kokosnoot en de Gimme Tahini. De wat? Ja, Gimme Tahini is van sesamzaadjes. Oké. Okay. Ik durf hem nog niet te nemen, dus. Nou, weet je wat, dan doe ik het. Ja? Ja, zeker, dan ga ik voor de gek. Oké, okay, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt hier. Dan neem ik de kokos. De kokos. Kokos is heel lekker. Oeh, deze ook. Oh. Ja, sesam inderdaad. Hier hebben we toiletpapier van bamboe. Is ook super duurzaam om toiletpapiergebruik tegen te gaan. Je hebt een maandverband van maïs, toiletpapier van bamboe. We hebben de gekste dingen. De gekste dingen inderdaad. En wat heel leuk is, dus naast producten van studenten, brengen we ook echt studenten werk tot leven. Okay. Zoals deze paskamer. Oh, wauw. Ja. Die is gemaakt door een student techniek. En dit was zijn afstudeerproject. En hij is naar ons toegekomen. Ja, wij hebben hem echt tot leven gemaakt. Ja, we vinden het gewoon belangrijk dat studenten als ze een product hebben of een dienst of iets kunnen maken, dat ze hier een plek krijgen om dat tot leven te laten komen. Het is natuurlijk gewoon een fully working paskamer. Ja, zeker. Mensen kunnen hier gewoon lekker bijvoorbeeld de HvA Xpatha-lijn lekker passen. Oh, ja. Kunnen ze lekker de t-shirts en truien passen. Hé, hey, maar die kimchi saus waar je het net over had. Ja. Eigenlijk wil ik die wel gaan meenemen. Ja? Nou, zou ik ook zeker doen. Ja. Super lekker. We hebben er nog twee staan. Top. Mag ik er eentje pakken dan? Ja, ja, zeker. Toch? Ik neem je mee naar het afrekenproces. Ja, kun je gelijk laten zien hoe dat er even naartoe gaat. Onami, kimchi hot sauce. Tasje erbij. Even kijken. Hij klinkt zo bestig. Dit is voor jou. Top, dankjewel. Nou, geniet er lekker van. Dat gaat heel goed komen. Tosti zei je. Tosti, ja, of een eitje. Lekker bij het ontbijt. Ik begin lekker pittig de dag. Lekker pittig de dag, word je wakker van. Ja. Nou. Dat gaan we doen thuis. Kimchi saus met een lekkere tosti. Ja, en wil je zelf als student dus ook in de University Store liggen met je eigen product? Kijk dan even op een Instagram, spot.universitystore, of op de website www.universitystore.nl.